is van Nederlandse afkomst. En als kind ben ik dikwijls op vakantie gegaan in Nederland. En daar waren ze van die vakantiekampen waar men dan iets deed zoals de Tour de France. En dat was dan ofwel een sportonderdeel. En een van de onderdelen was eigenlijk van de grote sintelbaan. Met kruid moesten de kinderen, ik was toen 7 jaar of zoiets, een kruidtekening maken. En ik heb toen voor mijn ploeg of groep de gele trui gewonnen van die dag. En toen wist ik, als ik het podium opkwam, dat dat waarschijnlijk de enige manier zou zijn waarop ik eigenlijk, waarbinnen ik eigenlijk geaccepteerd kon worden. Dus toen, daar en dan ontstond er een notie van dit is wat ik ken en dit is wat we gaan doen. Ik stond in zijn atelier en ik moet zeggen, dat was het meest witte werk. Alle anderen, dat is waar donkerder, somberder van kleur allemaal. In één keer dat wit. En dat trok mij geweldig aan. Dat sprong er zo wel eens uit. Ik kocht het met het oog op een aanwinst in het museum. En ik nam dus daarvoor een optie. En vermits dat de commissieleden van het museum daartegen waren, dan was ik, hoe zou ik zeggen, te beschaamd om dat te gaan teruggeven aan Tuymans. En daarom kocht ik voor mijn eigen. Zo is het gebeurd. Hoeveel heeft u dat betaald toen? 60.000 frank. Dus nou, 1.500 euro. 1.500 euro. 1.500 euro. En nu? Nu denk ik dat dat 400.000 euro is, denk ik. Denk ik zoiets. Allee, dat is hetgeen dat de mens zou voor geven, hè. Het moeilijkste. De eerste, omdat ik ook niks projecteer. Omdat je dat ook niet wil, omdat je anders, als je projecteert, krijg je, ja, dan is het natuurlijk perfect, maar dan heb je ook geen fouten. En die fouten die zijn eigenlijk wel goed. Dat is zo. Die moeten erbij. Ja, nee, dat is zo'n decalage zo die belangrijk is. Ook om het een beetje te begrijpen, zo, dat je zo echt wel moet. La question que lui m'a posée, c'est pourquoi vous voulez m'inviter ici, quel intérêt moi j'ai à venir travailler ici. Et de manière très honnête, moi je lui ai dit, bah, écoutez, en fait, pour moi c'est un rêve depuis des années, et je rêve tout simplement, c'est très égoïste, mais je rêve de vivre avec votre travail pendant quelques mois et d'en faire profiter les gens. Et le principe de cette exposition, en soi, il est très simple. C'est vraiment l'idée de choisir des images dans la presse internationale, de les reproduire sur des murs, préalablement recouvert d'une peinture rose saumon, qui est un peu la couleur du Financial Times ou du Figaro Économie, donc de journaux économiques internationaux, et de questionner finalement le rapport qui existe entre une image d'actualité et son transfert en peinture sous la forme de fresque. Est-ce que cette image-là conserve son statut d'actualité ou au contraire, est-ce que ce côté informatif est complètement expurgé de l'image? Que devient cette image-là une fois qu'elle est peinte? Luc a voulu véritablement reproduire le même phénomène que l'on a dans les journaux. C'est-à-dire qu'on achète un journal, on le lit, on voit les images. Le lendemain, on jette le journal, les images disparaissent. Misverstand over mijn werk is steeds geweest dat het werd ervaren als zijnde intimistisch en poëtisch. En dat is het dus niet. Schilderkunst is al heel vaak doodverklaard. Is er misverstand ook aan schilderkunst? Of? Ook geen enkele van mijn kunstenaar-collega's hebben mij ooit de vraag gesteld waarom ik nog schilder. Die vraag wordt meestal gesteld door
curatoren en kunstcritici. Die van een of andere, uit een of andere obsessie proberen natuurlijk te categoriseren. En ik denk dat, dat daar het misverstand ligt. Ik denk dat al die tentoonstellingen die schilderkunst ghettoïseren, in die zin dodelijk zijn voor de schilderkunst. Omdat ze aan de ene kant proberen het om te vormen tot entertainment of behangpapier. En aan de andere kant proberen het ergens in een model te gaan duwen dat zich dan zogenaamd zou moeten gaan afzetten ten opzichte van de meer mediagerichte kunst, wat niet kan. Hetgeen dat we nu al 4000 jaar kennen, door een heel gewoon schilderijtje maken. Dat nog een keer herhalen. Maar daaraan toegevoegd, een beetje perversiteit. Zeg, hé. Verstaan? En wat is een perversiteit? Dat is de gevoeligheid die overtrokken wordt. Een gevoeligheid die overtrokken wordt. En in zijn werk is dat zo. Het is zoiets. Een gemene gevoeligheid. Ze zeggen, kijk, ken ik een mannetjes wat ik kan. Ken ik een hoe ik kan schilderen. Ze zeggen, de huid is doordrongen van gevoeligheid. En dat zie je daarin ook. Ik vind dat een van de mooiste werken. Ik vind dat ongelooflijk. Ik vind dat de grootte van, qua kwaliteit, hè, de grootte van de beste Magritte, vind ik. Dat werk, ja. What is important is to make a show that looks like a discourse. That's the concept. Mm-hmm. So my question is it possible in the Tate where you have the, because that's the only part where we have the problem, I suppose, in the no man's zone where you go from one space to the other, to have a work of Hopper and mine in order to already there cut off the situation that we prevent articles like Hopper / Timelines? Many critics and visitors may not have any interest in Hopper at all and will only be coming to view Luc Tuymans. So I don't think you should be over-concerned with yes, whether people are going to be seeing. At the same time, I agree in one hand. On the other side, I think it's quite interesting to make the show, two shows overlapping. Ik denk dat Luc een van de, volgens mij van de kwaliteiten van Luc is, dat hij nog steeds na zoveel jaar, na het succes, toch eigenlijk zo intensief alles aanpakt. Ik bedoel, het maakt niks uit voor hem of het nu een tentoonstelling in de Tate is of in een alternatieve ruimte. De intentie is gewoon dezelfde. Ik bedoel, het moet hem zelf ook nog een kick geven. No, the legs together with the Valentine thing. Ook de uitdaging vind ik ook een kracht, dat hij juist die mensen die dan over hem negatief spreken of zijn werk niet aanvaarden, dat hij ze ook aan het publiek durft uitdagen om in discussie te gaan waarom ze het dan niet goed vinden. Maar dan moeten ze zich ook natuurlijk wel serieus weten te verdedigen. Dat is natuurlijk zijn genoegen, ja. Dat is. So. I think we've achieved a lot at this moment. It looks fantastically coherent and it makes it a lot easier to hang. I suppose what I'm worried about is that it is very coherent and that's as if there's a kind of narrative that's taking over here in a way. Mm. And I mean, in a way, there is no real stylistic development or something like that, deliberately not in his oeuvre. You can tell a painting which is earlier, I mean, 15 or 20 mm-hmm. years earlier from now, but it's not necessarily so. So that's why you can always mix things twist. A little bit. Yeah. And twist them, yeah. So what is interesting is, in fact, that you will have a range of diversity and at the same time a very homogenous situation, mm-hmm. which will be disturbing because it's like you don't have anything left. And then in the end, you will have the massive point of being like obliviated, you know. It's like you get a wall in your hand, so it's like, that's good.
Ja, de stad Antwerpen is een stad natuurlijk, ik ben er ook geboren. En in principe is het ook zoiets van... Antwerpenaren hebben ook aan de ene kant een vrij verwrongen houding ten opzichte van de stad. Antwerpenaren zijn ook de xenofoben bij uitstek. En in principe ook eigenlijk altijd geweest. Want in de 16e eeuw was het al zo tot nu. Een vrij chauvinistisch volksje, zou je kunnen zeggen. Maar in principe heeft de stad toch nog altijd iets... Ze heeft veel van haar cosmopolite karakter verloren natuurlijk, maar toch heeft nog altijd de stad iets megalomaan, zo, in al zijn kleinheid. Want het is een dorp, maar het heeft al de kwaliteiten van een groot stad. En de lokaliteit is belangrijk. Ja, dit atelier bijvoorbeeld hier is in principe al het werk gebeurd. Dat is een atelier dat ik eigenlijk al 28 jaar huur. Ik heb hier vroeger ook gewoond. En ik denk ook nu wel dat de romantiek er wel af is. Zo. Maar de plek is wel belangrijk geweest. Eén omwille van het licht en ook omwille van het feit dat ik zeg dat schilderen ook een bepaalde gewoonte is. En de buurt zelf is ook boeiend, omdat het eigenlijk vroeger het oude Joodse ghetto was. En nu eigenlijk nog steeds een ghetto is voor mensen veelal uit de Maghreb-land. Ook Ghanese en ex-Jugoslaven enzovoort. Dus een vrij gediversifieerde buurt. En dat heeft me eigenlijk ook altijd aangesproken. Enkele jaren geleden was er die reeks over Vlaanderen. Mm. Wat was daar de aanleiding van? De aanleiding was gewoonweg de letterlijke walging in termen van dat ik leef in een stad die waarin eigenlijk die partij haar hoofdzetel heeft. Tegelijkertijd het idee dat niemand in de kunstwereld daar een uitspraak over deed. Uit angst zich daar ook te gaan compromitteren. En dus een heikel thema. En het feit dat het Vlaams Blok mij ooit had gesignaleerd als een kunstenaar die werkt voor de weinigen of de happy few. En daarmee ook ergens het idee van dan gaan we nu vooral al de iconen aanpakken waar zelfs het Vlaams Blok niet meer in geïnteresseerd is. Een soort van onderbroekenlol. En culminerend in dan uiteindelijk het grootste schilderij, het meest verschrikkelijke, wat eigenlijk het Vlaamse dorp is, waarin dan de voorgewende idylle rechtstreeks wordt teruggegeven, die natuurlijk ook niet meer bestaat. Zo. En hier is de Theems. En hier, want de normale zin maken ze al die ruimtes dicht, maar ik heb al die vensters laten openmaken omdat er gewoon weer quasi geen daglicht is in de tijd. En hier komt dus het grote stilleven van de documenten dat hier komt. En hier krijg je, in deze ruimte krijg je dan het portret. Our New Quarters komt hier. Die embitterment komt hier. The body komt daar. En in deze ruimte hier krijg je, dat is nog niet volledig afgewerkt, maar krijg je die zeven werken in principe. Dus in heel die ruimte krijg je dus een soort van opening, maar het blijft open-ended. En ik denk dat heel de tentoonstelling in die constellatie ook ruimtelijk een parcours gaat maken dat tamelijk verontrustend is. Er zitten heel veel werken die geïnspireerd of commentaar leveren op de oorlog of de naoorlogse periode. Waar komt eigenlijk die belangstelling mee aan? Dan is dat iets persoonlijks? Of? De fascinatie was ook dat er bij ons thuis heel veel over de oorlog is gepraat, vooral tijdens het eten. En in die zin is het bijna een fobie geworden. Daar was natuurlijk heel duidelijk en veel naar gerefereerd, omdat het ook een punt is dat wordt voorgesteld dat de horror te groot is om hem te bevatten. Bijvoorbeeld. En daarmee wordt die fascinatie alleen maar verder gesponnen. En mijn idee was vooral ermee om te gaan in een soort van, eerder op een manier die in mineur zich toont. En vooral als een vaststelling dat gaan doen. Niet als een vingerwijzing of een moraliserende statement.
maar eerder als een feitelijke vaststelling. Het is zo dat ik nooit met een rechtstreekse directe kleur werk. Omdat ik vind dat tonen eigenlijk belangrijker zijn. Dat een toon zich eigenlijk ook in de herinnering moeilijker laat herinneren. Maar het gaat hoofdzakelijk over ook de temperatuur. En in die zin moet je dan eigenlijk toch aanpassen met die kleuren. En er zit eigenlijk verschrikkelijk veel kleur in al het werk dat ik maak. Bijna af. Ja. Hoe weet je nu wanneer dat schilderij af is? Vraag me af. Als je uw limiet bereikt hebt, zo. Nee, je voelt zelf aan wanneer je moet stoppen voordat je eigenlijk iets kapot gaat maken. Mickey Mouse. Is dat nu nog wel een Disneybeeld of is dat echt een tuinmans? Dat is een moeilijke vraag, omdat ik wel eerlijk moet zeggen, ook tijdens het maken van dat beeld, als je dus ziet hoe bijvoorbeeld Mickey Mouse ontworpen is en als je hem dan zo groot moet schilderen, dan moet ik toch wel zeggen dat het een stevige constructie is. Dus ik denk dat het nog wel steeds Mickey Mouse is. Laten we het zo zeggen, het is moeilijk om een icoon te vernietigen. Het is ook heel moeilijk om een cliché eigenlijk te vernietigen. Ouais, c'est vraiment Mickey traité avec la touche de Luc Tuymans. Donc le sujet en lui-même est très banal également, puis comme celui-là quoi. Et ce qui est, moi, enfin, j'aime beaucoup le principe de mettre Mickey dans une exposition comme celle-ci où il y a des choses qui sont très sérieuses, mais c'est comme partout, à la fin, c'est toujours Mickey qui gagne. Voilà, c'est ça le problème. Bon. Let's call it a day.